Modehuis sluit lucratieve deal met Oranje. Een mooie deal voor modemerk Cavallaro Napoli. De komende 5 jaar gaan ze de dames en heren van Oranje kleden met een op maat gemaakt outfit. Eerder werkte het Italiaans-Nederlands modehuis al samen met AZ en Arsenal. We zijn vorig jaar na de zomer benaderd door de KNVB. Zij waren steeds op zoek naar een nieuwe fashionpartner. Ze wilden af van het saaie pakken-imago en zijn toen onder andere bij ons terechtgekomen. Ja, dat was geweldig nieuws. We zijn een voetbal-minded bedrijf. Iedereen houdt hier van voetbal. De meeste mensen spelen ook voetbal, inclusief mijzelf. Ja, en dat je dan je beide passies, hè, voetbal is een passie, maar ook fashion is een passie, kan combineren, is natuurlijk een jongensdroom die uitkomt. De spelers, zowel de mannen als de vrouwen, die worden in Cavallaro gekleed op het moment dat ze een eindtoernooi halen. Is dat niet een klein risico, omdat het niet echt is gebleken dat we weer bij alle grote toernooien zitten? Het is gebleken dat het inderdaad geen zekerheidje meer is, helaas. Alleen, ja, we gaan er vanuit met een nieuwe bondscoach, een nieuwe directie, een nieuwe start eigenlijk en een nieuwe fashionpartner dat het wel goed gaat komen. Daar hebben we volste vertrouwen in. Maar is er veel geld mee gemoeid? Daar kunnen we helaas geen uitspraken over doen. Maar er is in ieder geval een hoop energie en effort mee gemoeid. Maar dat is iets wat we met alle liefde doen. We pakken dit project met beide handen aan en zijn vastbesloten om er iets moois van te maken. Wanneer kunnen we deze pakken voor het eerst gaan zien? Nou ja, eigenlijk best wel snel, aanstaande vrijdag al. Er speelt Nederland tegen Engeland in de Arena. En er zal Ronald Koeman, de bondscoach, in een Cavallaro-pak ten tonele verschijnen.